Rips en Blues in Raalte 2010. Naast me staan een aantal belangrijke mensen. In ieder geval twee muzikanten die op het podium gestaan hebben. Waar staat hier ook Bert de Bluesman? Die ervoor gezorgd heeft dat deze muzikanten hier hebben kunnen spelen. En daar hebben we ook een gast. Interviewer, weer wel. Dus Harry Radstaken van het bluesprogramma wat Raalte binnenkort heeft. En hoe kan Raalte eigenlijk zonder bluesprogramma zo lang hebben kunnen bestaan, hebben wij ons al lang afgevraagd. Maar hij is er. We beginnen eerst even met naast me Phil Bastiaans. Jongen, je hebt het erop zitten. Je hebt hier een half jaar naartoe gestemd en dan is het binnen een uurtje is het voorbij. Nou, we hebben natuurlijk lang daarnaar uitgekeken. En het was inderdaad het opzetje wat Bert met de bluesforum gedaan heeft. Wat wij erg leuk vonden om aan mee te doen. En het resultaat was dat we hier vandaag stonden. Nou, daar waren we maar wat blij mee. Je hebt een paar keer gezegd tegen het publiek ook dat je hartstikke bedankt dat je er mocht staan. Maar je kunt het publiek het beste bedanken met de muziek. Maar op het eind, het prachtige nummer. Het volk ging helemaal los. Hoe beleven jullie dat op het podium? Kippenvel. Iedere keer. Het is een voorrecht werkelijk om af en toe langs die jongens te staan. En George, als die het op zijn heupen heeft. Dan kippenvel. Ik kan het niet anders zeggen. Ik denk dat wij zijn natuurlijk gewoon, behalve muzikanten, ook gewoon bluesliefhebber. Dat is heel simpel. Dus ik sta naast die gast, weet je wel. Die daar, dat waanzinnige nummer. En Little Wing is sowieso waarschijnlijk een van de mooiste nummers ooit geschreven. En dat je dat dan zo hoort spelen door zo'n gast. Ja, ik kan niks anders zeggen. Wij genieten er evenveel van, hoor. Nou, we hebben ook het indruk dat het publiek dan op een gegeven moment nog dat extra duwtje in de rug geeft voor iemand om te gaan excelleren. Ja, Colly, bij jou achter de Hammond, hoe ervaar jij het dan als je daar staat? Ga jij nog extra beter je best doen als je ziet dat George uit zijn plaat gaat? Jawel, dat geeft vleugels. Ja, George, dat is de hele wisselwerking. Ik bedoel, de wisselwerking met het publiek, met George, ding is, het hele plaatje klopt dan. En ja, dat krijg je echt terug, geeft vleugels. Even naar Bert. Bert, jij bent dan de initiatiefnemer om deze band dan die plek vakant te maken in het Rips & Blues Festival, samen met de organisatie van Rips & Blues waarschijnlijk. Ja. Eigenlijk is het, die jongens hoorden toch gewoon zonder een voorronde erin te staan de volgende keer. Dat weet je, maar je weet dat het hier in Nederland op zich met Nederlandse bands altijd hard werken is. We hebben zoveel, ontzettend veel kwaliteit in Nederland, maar ja, boekers die willen gewoon Amerikanen, Engelsen en Nederlanders, blijft gewoon een ongeschoven kindje. En we weten natuurlijk ook dat hun hier gewoon eigenlijk zouden moeten staan. Maar ja, laten we ons er gewoon eens even lekker mee gaan bemoeien. En zorgen dat we er een extra band bij krijgen. En ik moet zeggen, dit jaar heeft Rips & Blues goed uitgepakt met vier Nederlandse bands. Dus dat is... Benader jij dat ook zo'n optreden? Van nu zullen we even laten zien dat wij eigenlijk later op de avond hadden mogen kunnen spelen. Wat het toch meestal vaak een belangrijkere plek is. We hebben speciaal voor dit optreden... Ze hebben zelf twee optredens... met clubs nog geregeld op voorhand. De ene club was vrijdag in Venlo en gisteren hebben we de Niks gespeeld in Enschede. En dat hebben we speciaal met... Nou goed, we kennen die mensen van die clubs dan ook goed en die willen ook dat wij echt gepusht worden. Dus die helpen ons daarmee. Maar we hebben dat speciaal gedaan om ingespeeld te zijn voor vandaag. Dat we gewoon even dat uurtje gingen knallen, al is het om 1 uur 's middags. Dat we gewoon wisten van nou, we zitten in die flow van die twee dagen. Nou, dat is de derde dag. En dan ga je als een trein werkelijk, hoor. Want wij speelden het eerste nummer, tweede nummer, derde nummer, huf, achter elkaar. En dat liep gewoon. Dan merk je dat ook. En dan krijg je natuurlijk wat Colly zei, van dat idee van, nou, wie doet ons wat? Wij laten ze hier van onze beste kant zien. En het publiek reageert erop. Nou ja, beter kun je het niet hebben. Harry, jij als blueskenner hier in Raalte, jij moet ook het publiek een beetje kennen. Ja. Is dit spekkie voor zijn bekkie, zoals wij bij ons zeggen? Ja, mensen komen hier speciaal voor. Mensen die wachten hier op King Mo. Dat heb ik gemerkt. Dat kun je ook zien. De zaal die liep al vol toen jullie begonnen te spelen. Nou, dat is niet altijd zo geweest. De beste die spelen aan het eind eigenlijk. Nou, dat is nu af en toe omgedraaid. Dat zie je nu. Ik mag dat gerust zeggen, want ik vind dat ook zo. Ik vraag me alleen af, hoe nu verder? Met ons? Ja. Want jullie hebben een platencontract. Ja, hoe nu verder met ons? Wij zitten eigenlijk... Wij zitten hebben het idee dat we een soort van een vulkaan zitten die ieder moment gaat ontploffen. En iedere keer gebeurt er zoiets, weet je wel. Nou, Rips & Blues hier dat optreden en dan ook weer de media aandacht voor jullie. Dat contract met Grooveyard in Amerika. Er zit van alles in de pen wat we zelfs niet eens mogen zeggen hier. Dus er zit van alles te gebeuren. Er is van alles aan het gebeuren met Kimmo.
En we merken dat ook aan jullie en aan het publiek dat jullie dat oppikken. En dat is natuurlijk helemaal tof. Moet je niet oppassen dat je te veel met randverschijnselen bezig gaat houden en dadelijk de muziek nog een beetje uit je ogen verliest? Nee, dat valt wel mee, want we merken nog steeds, er is nog steeds groei. We merken nog steeds. We repeteren bijna niet gek genoeg. En we merken onderop, er is nog steeds groei. We komen elke keer nieuwe dingen tegen en er komt nog steeds nieuw bij. De potentie is nog lang niet uitgebouwd. Nee, hey. Verre van. Een ander praktisch vraagje. Sjors Nederlof zit in een aantal andere bands. Hebben jullie een agenda ergens op een centrale plek liggen wanneer die wel en niet kunnen spelen? Ja, bijvoorbeeld heel praktisch gezien. Ja, natuurlijk. We hebben een online agenda. Daar kan iedereen op inloggen van ons. En zelfs onze boeken kan erop inloggen. Dus als die een aanvraag krijgt, kunnen we kijken. Maar Sjors speelt niet zo heel veel met Coupe de Gras. Want daar zitten natuurlijk een aantal mensen nog in. Jody en Roelof. Die het natuurlijk verschrikkelijk druk hebben met nog twee of drie bands. Dus George doet dat volgens mij als hij een gat kan opvullen ergens. En dat is hartstikke leuk, dat moet hij vooral doen. We gaan tenminste een beetje afronden. We hebben wat opnames gemaakt. Maar als jullie nou een wensenlijstje hardop mag zeggen. Waar je zegt van nou binnen 2 jaar zou ik daar nog een keer willen spelen. Dat lijkt me een te gek festival. Dan hebben jullie natuurlijk in je verleden al veel gezien. Maar je moet het opnieuw weer opbouwen. Welke band je ook speelt. Het is wel 100% juist wat jij zegt. Kijk, je kunt in Nederland op een aantal festivals spelen, je kunt in België op een aantal festivals spelen. Nou, dan kijk je misschien net over de grens, Frankrijk of Duitsland. Maar dan zou je eigenlijk na 2 jaar zou je al bijna uitgespeeld zijn. Dus je moet eigenlijk van kiet af aan moet je daar overheen al gaan kijken. Dus natuurlijk wil ik op Peer staan, op Moulin Blues en in Schöping, noem die mooie festivals allemaal maar op. Maar eigenlijk moet je daar al overheen kijken, want wat is er dan anders als je dan in de komende 2 jaar daar zou staan? Wat wil je dan? Dus je moet eigenlijk nu van, dat hebben wij. George heeft dat al. Hij heeft al op Moulin Blues gestaan en op Peer. En wij ook, en we North Sea Jazz. En we hebben dat eigenlijk al gedaan. Dus we willen eigenlijk nu van Kiet af. En omdat die band die potentie heeft, willen we eigenlijk meteen een stap hoger mikken. Dus Amerika. Ja. Dat zijn twee dingen. Hè. Je kunt zeggen Amerika, maar je kunt ook zeggen we hoeven niet per se in dat. We spelen nou hoofdzakelijk een bluescircuit. Maar er zijn natuurlijk ook zat bluesbands die op een gegeven moment dat overstijgen. Die ook op normale popfestivals komen te staan. Dat is ook een uitdaging. Amerika zou natuurlijk prachtig zijn, maar laten we er nou niet de haal oplopen. Want ik bedoel, ik ben al 58, ik geloof dat nog niet zwaar. Ik wil het wel eerder zien. Oh, maar gepaste arrogantie mag. Het is tegenwoordig met Van Gaal in München is daar helemaal in. Ja, dan verlies je de finale. Dat wil ik niet hoor. Er zijn ook mensen die hebben nooit die finale van dichtbij gezien. Hè? Ja, ik had nog één vraag aan Phil. Jullie hebben nu 2 live albums gemaakt. Hoe zou dat uitpakken als je een studioalbum gaat maken? Want ik denk supergoed, ja? Omdat je dan nog meer mogelijkheden hebt. Ik heb het gisteren toevallig met George nog over gehad. Zegt hij, er stonden we er niks en er stond er zo'n mooie Leslie, echt een gitaar Leslie. Ik zeg van, ik heb zo'n ding ook thuis. Oh, zegt hij, ja, ik ook. Ik zeg, als we nou weer een keer de studio gaan, dan moet je dat ding wel meenemen, weet je wel. Dus je hebt dan extra mogelijkheden die je in de studio dan weer kunt uitbuiten. Je kunt wat meer met de vocals doen, je kunt hele andere dingen doen. Wij zijn natuurlijk festivalmensen. En de sfeer van het live is natuurlijk, dat pakt ook meteen aan. Hè, maar dan moet je gewoon een goede studio, een goede producer hebben die dat oppikt. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Maar we zijn er wel van plan. Nou, ja. ik ben heel benieuwd. Ja. Binnenkort al, hè? De laatste vraag. We zijn net uit te vorigen, dus. Maar laten we zeggen. Niet te hard, Harry, niet te hard, hè? Bert, jij bent ook een van de medebestuursleden van de Blues Foundation van Nederland. Is dit nou een band waar je zegt van die durven met een goed fatsoen gevoel naar Amerika te sturen om daar die tour mee te maken? Zou kunnen. Je moet nou politiek correct wezen, hè? Dat is helemaal niks voor jou, dat weet ik wel. Nee, ja. Vragen het ook aan de Wolf dadelijk. Uiteraard. Maar ja, er zijn meer bands, maar ik heb mijn eigen keuze al gemaakt. Dus maar ik hou dat nog even van. Met deze geheimzinnige woorden bedank ik me jullie voor het interview, jongens. We gaan het bij elkaar zetten en u ziet het terug en binnen een paar jaar weten we op welk festival jullie in Amerika furoren gemaakt hebben. Bedankt.